Als de heer Van Meijeren vertegenwoordiger is van een fractie die in een plenair debat heeft aangegeven in Nederland, is het niet meer zo gezellig omdat er sprake is van 4 miljoen mensen die buitenlanders zijn. De Nederlandse nationaliteit bepaalt niet of je Nederlander bent. Dit soort discriminerende uitingen. Hoe kunt u nou tegen discriminatie pleiten in dit debat, terwijl u zelf discriminatie bepleit en beoefent? Voorzitter, dank aan de heer Van Baalen voor deze vraag. Want het biedt mij de gelegenheid om nogmaals te benadrukken dat Forum voor Democratie iedereen beoordeelt op basis van individuele kwaliteiten en eigenschappen. Wij discrimineren niemand. En de woorden uit het debat waar u naar verwijst, die heeft u op een verkeerde manier geïnterpreteerd. Als jullie en jullie partijen niet 50 jaar lang de halve wereld hierheen hadden gehaald, dan zouden we niet in deze problemen zitten. 4 miljoen mensen werden hierheen gehaald. 4 miljoen. En dan tellen we alleen nog maar de eerste en tweede generaties. Afrondend, de heer Van Baarle. Ja, voorzitter, afrondend. Mag ik dan in reactie daarop aangeven in de richting van de heer Van Meijeren, voorzitter, dat dat niet waar is? Als in het verkiezingsprogramma van Forum staat dat we alleen mensen zouden moeten toelaten die iets hebben met de Nederlandse cultuur. Dus de cultuur beoordeel je mensen niet individueel. Als het de heer Van Meijeren zelf is, hoogst persoonlijk, die een appbericht aangeeft in antwoord op de vraag of iemand thuis zou moeten komen met iemand van kleur en vervolgens zelf reageert met de woorden hell no, dan discrimineer je. En dan discrimineert de heer Van Meijeren zelfs nog persoonlijk. Dus ik durf dat te betwijfelen, meneer de voorzitter.